In de eerste drie video's van deze afspeellijst over de nieuwe wereldorde vanaf 1990, hebben we vooral gekeken naar wat er in de wereld gebeurde. Hè. Dus dat, hoe Europa heel erg veranderde doordat dat communistische oostblok wegviel. Uh, die strijd tegen uh, dat internationale terrorisme. Nou ja, en vanaf nu gaan we eigenlijk vooral kijken naar wat er in Nederland gebeurt vanaf 1990. En uh, dan zien we dus dat in deze video onder andere het poldermodel centraal zal staan. Ja, waar waren we in Nederland ook alweer geëindigd, uh, zo in de jaren 80? Nou, dat was een, een, een tijd van uh, economische crisis. Hè? Je had die, die, die oliecrisis gehad in de jaren 70, die uiteindelijk leidde tot uh, grote werkloosheid in de jaren 80. Nou ja, en dan moet de Nederlandse regering die moet keuzes gaan maken. Hoe gaan wij hiermee om? En dan worden er een paar politieke keuzes gemaakt. En de eerste is dat er uh, steeds meer uh, bezuinigd gaat worden. Er gaat minder geld van de overheid naar bijvoorbeeld... Uh, naar het onderwijs, bijvoorbeeld, hè, naar scholen of, of, of naar uh, ziekenhuizen of iets dergelijks. Er wordt steeds meer bezuinigd, er wordt minder geld uitgegeven. Want er is minder geld, wordt er ook gezegd. En er wordt dus bijvoorbeeld ook minder geld uitgegeven aan... Uh, die verzorging staat hè, aan al die uitkeringen die er zijn voor mensen die uh, ja, zeg maar ziek, zwak of misselijk zijn. Of, of die, die uh, uh, oudere mensen die die AOW-uitkering krijgen. Die regelingen die worden steeds meer ingeperkt. Er moet bezuinigd worden. Ja, en er zit ook wel een overtuiging achter deze keuzes. Hè. Dus die regeringen, dat zijn met name toch uh, liberale regeringen. En uh, ja, liberalen zijn sowieso wel voor uh, dat mensen zichzelf moeten kunnen redden. Dat het individu moet worden vrijgelaten. En uh, ja, de Nederlandse burger die moet zich van de overheid dan ook steeds meer zelf kunnen redden. Wij gaan het minder voor u doen, u moet het zelf meer doen. Het is minder bemoeienis vanuit de overheid. Een kleinere overheid wordt er dan ook wel gezegd. Hoe pakt dit dan verder uit? Nou ja, wat je ziet gebeuren is dat uh, er toch wel heel veel rust is. In eh, Nederland, ondanks die bezuinigingen en dergelijke. Je zou kunnen zeggen dat mensen massaal de straat op gaan. en dat gebeurt ook wel. Maar over het algemeen blijft men toch heel erg rustig. en dat komt door het zogenaamde poldermodel. Hè, Nederland is een land. zeker in het westen en het noorden van het land. van heel veel polders. En uh, ja, daar hebben we altijd samen moeten overleggen om te zorgen dat uh, die polders niet onder water kwamen te staan. En moesten we samen dijk aanleggen. Dat doen we al vanaf de middeleeuwen in Nederland. Overleggen om samen de Nederlandse polder te beschermen tegen het water. Nou, en dat overleggen, dat is eigenlijk de kern van het zogenaamde poldermodel. Uh, de politiek, de regering, dus, die overlegt met uh, vertegenwoordigers van de bedrijven, de werkgevers, en met vertegenwoordigers van de mensen die in die bedrijven werken. Hè, dat zijn de werknemers en hun vertegenwoordigers zijn dan de vakbonden. En um, ja, die gaan samen overleggen om proberen er samen uit te komen, om samen overeenstemming te bereiken over iets. En doordat er zoveel overlegd wordt, he, door dat poldermodel, lukt het dus om uh, de rust te bewaren in Nederland, ondanks al die bezuinigingen en al die keuzes die er gemaakt worden. Dus dat poldermodel, ja, dat lijkt best wel goed te werken en dat lijkt Nederland weer in wat rustiger vaarwater te brengen, zoals ze dat dan noemen. Ja, en dan zie je dat vanaf de jaren negentig de Nederlandse economie ook weer sterk gaat groeien. Niet alleen die van Nederland. Uh, want Nederland profiteert heel erg uh, van uh, de economische groei die er sowieso plaatsvindt. Want uh, Nederland is een handelsland met een hele open economie. Hè. We zijn heel internationaal georiënteerd. We handelen heel veel. En daardoor profiteren we heel erg in Nederland van de zogenaamde globalisering van de economie en van de wereld. En globalisering betekent eigenlijk gewoon dat de economie steeds meer internationaal plaatsvindt. Dat landsgrenzen er eigenlijk niet meer toe doen. Hè, en, en dat er ook steeds minder uh, nationale regels zijn. Dat er meer internationale handelsverdragen gesloten worden. Waardoor bedrijven makkelijker over de hele wereld kunnen handelen en over de hele wereld producten kunnen verkopen. En de Nederlanders doen daar volop aan mee. En de Nederlandse economie die profiteert er dus ook heel erg van. En een andere reden waarom in de jaren negentig die economie heel erg groeit. Ja dat is die samenwerking binnen die Europese gemeenschap. Die EG. dat, dat blijft doorgaan en dat wordt zelfs steeds intensiever. Ja, en dan zie je dus dat uh, vanuit een periode van economische crisis in de jaren 80, er in de jaren 90 weer een duidelijke economische groei is in Nederland.